president Desi Bouterse heeft tijdens zijn persconferentie gisteren aangegeven dat Suriname en Guyana hebben besloten hun grensdispuut over het Tigrigebied niet bespreekbaar te maken binnen de CARICOM. Dit is de vorige week afgesproken door president Bouterse en zijn Guyanese ambtgenoot David Granger. Granger was op bezoek in Suriname. Ons staatshoofd erkent dat de grenskwestie 3 jaar is blijven liggen. De twee presidenten hebben daarom afgesproken dat de grenscommissies van beide landen geactiveerd worden, zodat de zaak opnieuw bespreekbaar wordt gemaakt. De regering zijn aangedicteerde zaken. Wij hebben afgesproken dat er zijn diverse protesten geweest. Er zijn diverse afspraken geweest. We zijn er 71 dat de commissies nog wel aanraden komen. We hebben een lijn afgesproken dat dit gebied. U zegt wat u ervan denkt, ik zeg wat ik ervan denk. Maar laten we tegelijk, en dat duurt soms 10 jaar, laat dat ons niet hinderen om tevredenheid. Het grote potentieel dat we hebben om daarvan gebruik te maken om dit te kunnen vangen. President Desi Bouterse gisteren op een persconferentie. Bouterse gaf nog aan dat zijn Guyanese ambtgenoot graag heeft dat de twee landen gaan samenwerken aan het exploiteren van hun natuurlijke hulpbronnen.